foto's in huis aan de muur, dat is natuurlijk heel erg gezellig. Maar hoe leuk is het nou als je een foto van jezelf hebt die wat kunstzinniger is en die doet denken aan een schilderij van vroeger? Nou, dat kan hier in Zaandam bij Rob Topfoto en ik mag even naar hem toe. Ik ben heel benieuwd. Zo, Rob, leuk dat ik hier mag zijn vandaag. En, ja, welkom. Ja, dankjewel. Jij maakt hele bijzondere foto's. Kun je me er wat over vertellen? Ja, ik maak foto's voornamelijk van kinderen. Soms ook wel van families op aanvraag. Dat doe ik in een schilderachtige stijl. En daar ben ik geïnspireerd door de oude meesters. Ja, best wel bijzonder. Hoe ben je daar zo opgekomen? Ja, ik was een beetje gaandeweg op zoek welke kant ik op wilde. Toen ben ik een aantal workshops gaan volgen. En die waren ook in die stijl. En toen dacht ik van ja, dit is het. Dit is mijn stijl. En daar ben ik me verder in gaan verdiepen. Je maakt echt een foto van A tot Z, want je doet veel meer dan alleen de foto maken. Ja, ik doe ook de kledingstyling en de haarstyling bij de kinderen. En dan uiteraard de fotoshoot, waar ik echt de tijd ook neem en het geduld ook heb voor de kinderen. En daarna nog de vele nabewerking die nodig is om het in die schilderachtige stijl te krijgen. Wat is nou jouw favoriete portret dat je ooit hebt gemaakt? Dat is een portret die ook op het fotofestival Schiedam heeft gehangen. En die nu in Mexico hangt, sinds 11 september. Dat komt omdat ik een wedstrijd had gewonnen. En daar ben ik in de top 25 geëindigd van alle tienduizenden inzendingen. Wat goed. Dus dat is ook wel mijn favoriete portret. En wat merk je dat mensen ervan vinden als ze die foto terugkrijgen? Ze moeten er soms wel een beetje aan wennen. Maar ondertussen kennen ze mijn stijl en weten ze dat het ook echt een bewerkt plaatje wordt. En dan niet dat het een standaard portret is. Er komt straks ook een model volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Ja. Er komt straks een meisje van 12 met haar moeder. Die ga ik stylen en op de foto zetten en achteraf bewerken. Nou, bijzonder. Ik blijf nog heel even hangen. Ik ben wel benieuwd hoe ze eruit komt te zien. Ja, leuk. Yes? Ja.